Goedemorgen, ik ben Koenraad Pauwels en ik woon in Merkham. Ik geef les in Zonnebeke in de Vrije Basisschool in het zesde leerjaar. We zijn hier in Nicaragua, ondertussen al onze tweede dag. Gisteren, na een zware vlucht, zijn we aangekomen en hebben we al onmiddellijk de straat opgetrokken. Hebben we al een paar van de gasten leren kennen en dat was al direct wel confronterend. We zijn met enkele van de gasten naar de markt getrokken. De plaats waar dat ze eigenlijk een beetje vertoeven en waar dat ze ook wat proberen geld te verdienen. En het was best wel de moeite om die gasten bezig te zien. Enox bijvoorbeeld, in het begin lag die op de stoep met zijn lijm. En was het heel frustrerend om met hem niet te kunnen babbelen, want niet veel van ons, leerkracht van ons spreekt Spaans. Er is eigenlijk maar één iemand die een beetje een paar woorden Spaans kan. Maar we behelpen ons met gebarentaal, met ons handen, met ons lichaamstaal. Maar dat viel heel goed mee, want het was leuk om te ervaren dat zij eigenlijk wel de eerste stap zetten en dan naar ons toe komen en aandacht vragen. En op de markt was het voor de meeste van ons wel ook een beetje cultuurschok om te zien dat het helemaal anders is dan bij ons thuis. Het was echt de moeite gisteren en ik hoop dat we vandaag weer mooie ervaringen mogen hebben. Doeling is dat we terug gaan naar de markt en dat we terug een paar. En morgen begint dan het echte werk met de mobile school. Gaan we dan echt gaan werken en daarvoor zijn we hier gekomen. Dus tot binnenkort. Dag. Ja.